Ik was ook een beetje, ja, ik had het niet meteen door dat we al voorbij waren. En dat duurde, toen kwamen we verderop tot stilstand. En toen dacht ik, wat is er nou gebeurd? En toen riep de conducteur dus om wat er gebeurd was. Ja, dus de trein komt hier bij de overweg aan en rijdt dan met 50 km per uur over de overweg heen, terwijl de bomen overstaan. En uit die data blijkt dat die trein 4 minuten te laat was. En dan komt hij hier aanrijden met ruim 100 km per uur. De trein komt hier bij station Wijchen aan en dan rijdt hij nog steeds 85 km per uur. Andere treinen die hier normaal stoppen, die rijden 40 km per uur. Ja, en als je dan beseft dat die overgang onbewaakt was en dat het ook anders had kunnen aflopen, dan is wel even een besefmomentje, ja.